Gespannen gezichten hier in de bovenbouw. Afgelopen week kwam een medewerker van de dierentuin langs om uit te leggen hoe het vandaag zal gaan. Er komen gewoon echt leeuwen op school. Gewoon zeg maar wilde dieren die rond 125 kilo wegen. Het was echt heel raar toen ik het hoorde, want ik was echt heel erg... Want ze zijn wel echt heel groot. Ik verwacht dat ze buiten in een kooi gaan. Dat denk ik op het schoolplein. Ja, we moesten gecamoufleerd een beetje. Want ze kunnen een beetje schrikken van die hele felle kleuren. We zijn de afgelopen dagen heel erg druk bezig geweest met alle voorbereidingen en bijzonder. Jullie zijn ook de eerste groep die vandaag in contact komen met de leeuwen. Contact? Mag ik jullie even voorstellen? Leeuw 1. Ik zei het. Ik wist het. En leeuw April. Oh my god. Ik wist het. Nou, ik vond het echt heel grappig. Ik ben er wel echt vol in getrapt. Tja, 1 april dus. En de kinderen hier zijn niet de enige die in een grap trapten. Heel veel bedrijven probeerden mensen voor de gek te houden. We worden geheel ananasvrij. Een groot pizzabedrijf zei bijvoorbeeld dat ze stoppen met de pizza Hawaii. Een pretpark haalde samen met een universiteit een grap uit. Ze deden zogenaamd onderzoek naar het kotsgedrag van kinderen. Oké, dan gaan we door naar 2 frietjes. We gaan nu kijken wat het effect is op de maaginhoud. En voor wie dacht dat er in Twente geen internet is? Een toeristenbureau bedacht de wifi-koe. Ook veel andere scholen haalden grappen uit, zoals het schoolplein versieren met wc-papier, zout in de koffie van de meester. Of wat dacht je van deze? Meesters en juffen spelen het programma Gewoon Bloot na op school. Grapje dus. Iemand die veel weet van grappen is YouTuber Hamwee. Hij haalt op zijn kanaal veel pranks uit en heeft nog wel wat tips voor een goede 1 april grap. Bedenk iets leuks en wat makkelijk uitvoeren is. Zodra je er te veel achter moet gaan verzinnen en zo, wordt het allemaal te moeilijk. Dus ik hou het zeg maar simpel, maar toch leuk. Weet wel, het is natuurlijk 1 april. Iedereen verwacht die grap. Dus je moet extra slim zijn. En kom uit de onverwachte hoek. Het moet vooral onverwacht zijn. Terug naar de klas, want zij hebben zelf ook al heel wat grappen uitgehaald. Mijn moeder heeft net een nieuwe hangmat. En ik heb hem een beetje gesaboteerd. Want ik heb een touwtje losgetrokken. Waardoor als je erin gaat zitten, dan valt hij. Ik ben dus gaan logeren bij mijn vriend. En toen heb ik zijn deken van zijn bed afgetrokken. Ik vind het echt de beste dag in het hele jaar. Het is wel leuk om te doen, om grapjes uit te halen. Als het leuke grapjes zijn, dan lachen mensen er ook over. Ja, dat is prima. Het was een goede grap. Maar niet beter dan die van mij, want je veet zit los.